Ja, ja. Zonder uw steun, dames en heren, kan het allemaal niet. We moeten er met z'n allen achter gaan staan dat dit geweldige gebeuren, dit evenement, dat dat plaats zal vinden in Nederland. En zonder de steun van de staatssecretaris, de heer Van der Rijden, is het helemaal onmogelijk. En hij is hier met het volgende voorwerp, zijn excellentie Van der Rijden. Dag meneer Van der Rijden, mag ik dit van u aanpakken? Fijn dat u gekomen bent in ieder geval. Dit is de fakkel, gelukkig niet brandend. Zou u iets dichterbij willen komen? Vanwege het plaatje thuis. Want we zijn heel trots dat u tijd vrijgemaakt heeft om in deze show het een en ander te komen vertellen over dit grote plan. Want er komt wel het een en ander voor kijken. Hoe is het precies met de garanties, meneer Van der Rijden? Garanties zijn er nu. De regering heeft 225 miljoen gegarandeerd en de stad Amsterdam 25, samen dus 250 miljoen. 250 miljoen, omdat men vermoedt dat dat wel, als het helemaal, maar er moet ook alles tegen zitten, dat dat dan het gat zou zijn. En het wordt dan gevuld. Dat is een garantie. Maar iedereen denkt, volgens een enquête althans, dat dat niet gebeurt. 75% van de Nederlandse bevolking is ervoor. Dat is helemaal juist. Ik hoop dat het 100% wordt en we hebben daar nog een heel jaar voor. En allerlei dingen, zoals bijvoorbeeld deze show, kunnen daaraan bijdragen. Dat we vooral achter het idee gaan staan met z'n allen. Ik vraag me dan eigenlijk af, dat zien die mensen van het Olympisch Comité toch niet? Dat wij dat nu doen in die show. Hoe komen ze daarachter dan? U weet dat heel Nederland vanavond naar uw show kijkt. Dus zij ook, dat is duidelijk. Dus ze zien het wel. Maar alle onzin terzijde, het is vreselijk belangrijk voor het Olympisch Comité dat op moet boksen tegen Barcelona en tegen Parijs, tegen Birmingham, tegen Brisbane. Het is geweldig belangrijk dat ze weten dat het Nederlandse volk achter hun staat. Ja, het is natuurlijk belangrijk te weten, en dat is precies waar het om gaat, dat men welkom is straks in 1992. En daarom moeten we met z'n allen heel gastvrij onze armen wijd open en ze daarna weer sluiten als ze binnen zijn. Dat zou eigenlijk mooi zijn. Wat kunnen we er nog meer aan doen? Dus naar buiten uitdragen de komende jaren dat we het leuk vinden dat ze hier komen. Iedereen steunen die daarmee bezig is, dus ook u vooral. Heeft u daar veel werk aan? Op het ogenblik is het weer even over, want nu is er een ander aan bod. Er moet een zogenaamd bidboek. Ik moet bij de KRO even zeggen dat dat niks geestelijks... Is geen missaal. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Er moet een bod, als het ware, uitgebracht worden. Dat moet binnen een maand of vier moet dat gebeuren. En dan zal er over besloten worden volgend jaar oktober. En dat is het moment. En we hebben een goede kans, hè? We hebben een hele redelijke kans. Nou, hoe schat u hem, die kans? Barcelona heeft denk ik de meeste kans. Parijs is gevaarlijke outsider, maar nummer 2 is volgens mij echt Amsterdam. En we hebben echt wel kans om nummer 1 te worden. Hoe denkt u erover? Hier aanwezig, dames en heren. De steun van ons, in ieder geval. Hartelijk dank voor uw komst. Dag meneer Van der Rijden, dank u wel. De staatssecretaris, de heer Van der Rijden, bracht binnen de fakkel. Hoe kan het anders natuurlijk? De fakkel bij de Olympische Spelen. Niet brandend. Maar als hij zou branden, zou hij erg warm zijn. En de eerste zin luidt dan ook, de warmte zult u wel en niet nodig hebben. Dus niet wel of niet, nee, wel en niet nodig hebben. Als de fakkel dooft, zal het voor u pas goed beginnen. Dus ik mag hierbij zeggen, denk je even in dat dit brandt. Maar vanwege brandgevaar en brandweer, brandt u dus niet. Dus als de fakkel dooft, zal het voor u pas goed beginnen. De warmte zult u wel en niet nodig hebben. En niet nodig. Dus niet of. Nou, wil ik voorstellen dat jullie zeggen, ja, samen even met het schaduwpaar, misschien met de steun van de dames en heren, wel, wat je laat staan, wat je laat staan, wat je zeker van bent. Ik wil nog even kijken. Wil je dit nog even? Nog even nee. Ja. De warmte zult u wel en niet nodig hebben. Als de fakkel dooft, zal het voor u pas goed beginnen. Ja. En denk je dan even in dat hij nu vlamt. Ja. Overleg even bij de microfoon, graag dat we thuis horen. Ik ga even informeren hier. Wat denk je? Dat is toch brandhout? Wat denk je? Wat moeten ze laten zijn? Je mag best. Dat moet brandhout zijn. Dat is brandhout. Jij denkt de schaal, die rechter schaal. Wat denk jij? Die twee gaan weg en die blijft staan. Zijn jullie het vaak eens samen? Niet gaat eruit. Meestal wel. Dus je bent eigenlijk met een mensje die schaal. Ik geef het door. De schaal laten staan. Zij denken de schaal, maar ze zijn voorzichtig daarover. Ja. De schaal. Schaal laten staan. Dat is een reis. Is dat een vliegtuig? Ja, wie maakt dat daar of dat een reis is? Ik. Oké, klaar. Ja. En dat is brandhout. Wat is dat? Goedenavond, dat is brandhout. Oh,
kan een mens zich vergissen. Ja. Nou ja, ze moeten het zelf weten. Ondertekeningen. Zij vinden de schaal. Wat vindt u, dames en heren? De schaal. De schaal blijft staan. We kunnen altijd nog pinken. Dus dat blijft staan. Weet je zeker? Ja. U bent het daarmee eens? De schaal blijft staan. Eerst die eruit. Dan die eruit. Die ik als bedoel, eerste die eruit. Als het een mispoes is met 100.000 pingpongballen, nemen we ze van hun over en dan gaan we pingpongballen verkopen. Nou, wat geef je hun daarvoor dan? Wil ik dan eerst weten? Ja, dat praten we over. Oké, goed. Dus dat gaat er dan als eerst uit en dan gaat de fakkel eruit en de schaal blijft staan. Ik vraag het nog één keer en dan nooit meer. Nou, na dit bekijken wat er dan uitgaat. Ja. Ja. Goed. Dit, we gaan eerst het lot afmaken nu. Ja, dat wil zeggen, completeren. Eerst gaat hij eruit. Dit gaat eerst uit. Mag hier dus als eerste de envelop af. Je weet het zeker? Ja, ja? Helemaal. Moven. Brandhout. Ja. En dat is een 6. Ja, zie je wel. Een 6. Voor Mariette, een 6. Behorende bij het paard van Troje. Dan de fakkel. Ja. Want de schaal laat je staan. Ja, de schaal. Nou, nu bent het mee eens dat ik echt niet geholpen heb, hè. Ik heb nu toch een paar keer gevraagd van de schaal laat je staan. Ja, de schaal laten we staan. Nou, oké. Okay. Nou, weet je het zeker? Ja, weet het zeker. Goed, fakkel. 0. 0. Nul. Nou. Nul. Goed, dus de schaal laat je staan. Ja, nou ja, de eerste van het seizoen. Nou. Daarbij het getal 5. 5. Wij gaan voor u thuis naar Mariette, die hier aanwezig u zal vertellen wat u moet invullen. Mariette. Ja, dames en heren thuis, het lottenformulier bij de hand, want we gaan naar de laatste ronde. Nou, op uw lottenformulier heeft u ook een formuliernummer staan. Corresponderen de 6, de 0 en de 5, dus de 3 laatste cijfers van uw formuliernummer met dit getal, dan wint u 25 gulden. Heeft u 4 cijfers goed, dus 8605, dan wint u 100 gulden. Heeft u 3 8605, dan wint u 1000 gulden. En heeft u alle 6, dus 43 8605, is dat uw formuliernummer, dan wint u 10.000 gulden. Nou, dat waren dus alle prijzen die de Lotto vandaag voor u had. Natuurlijk maakt u iedere zondag opnieuw kans. En bij ons weer volgende maand in de Midlotto van november. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat René en zijn partner nou wel aan de tafel hebben gewonnen. Want uiteindelijk, Ted, hè, zit de mispoes er nog in. Ja, dat klopt, Maria. De mispoes zit er nog in. Tjoe, dat is haast, hè. Maar het is toch weer gelukt. Mispoes zit er inderdaad nog in. Oh, schaduwpaar. Oh, van de zenuwen zit je nu helemaal, hè. Oh, oh, oh. Nou, 3 voorwerpen staan er. De loterij is afgemaakt. De Midlotto is klaar. Men weet thuis hoe de zaken erbij staan. Ik geef jullie nog 1 kans, want ik zou voor de eerste. Je kan nog wisselen. Nee, vooruit. Dat is de mispoes en dat is een reis. En dat is hetgeen wat we willen hebben. Maar wat daar ben jij reis helemaal zeker van, René? Hij is zo zeker van zijn zaak. Wat denken jullie? Goed. Jullie denken dus dat dit de mispoes is, dat dat een reis is en dat is wat jullie willen? Ja, maar ik weet niet wat. Nou, dan hoop ik maar, dat jullie een jaar lang ontbijtkoek willen. Ja. Nou, goed. Deze gaat dus weg. Het paard van Troje sturen jullie weg. Helaas, helaas. Van Dik op planken zagen. Je ziet de tekening in. Dit sturen jullie weg. Nou, kijk, om er tekening in te zien, moet je van Dik hout planken zagen. Dit was een aardige bouwtekening. Voor het maken van het paard van Troje. Roland de Groot, ontworpen voor jullie, helemaal gedaan. Oh, en daar was de hout geweest. En daar had je nou best planken van kunnen zijn. En daar zit in hout ook tekening natuurlijk. Ja, ja. Dag. Ja. Hi, poesje. Hij is weer terug. Een jaar ouder, hij kan er toch nog in. Nou, je man, weer, hup. Dat kan dus weg. Het paard van Troje. Alsjeblieft, Marie. Blijf er fris en stralend uitzien. Nu hebben wij. Het is zo waardig om dat Jij zegt. En let goed op. Het vliegtuigmotor is dat die in de clipjes. Yes, je bent zo zeker, mensen die zo zeker van hun zaak zijn, dat is toch, ik weet het niet. Nou, oké. Okay. Er is al een auto uit, dat weet je. Ja. De mispoes is er ook uit. Ja. Dat naar Amsterdam, dat kan je zien als een reis, is er ook uit. Ja. Dus,
Nou, die op je, dat, je mag nog. Het is staat eerst... daarop dat op als cryptische omschrijving staat als de vlammen gedoofd zijn of zit. Als de fakkel gedoofd is. Gaat het voor u pas goed beginnen? Nou, dat is lijkt mij als het vliegtuig zijn motor afzet. Dan begin je pas aan de kant. Nou, ik vind dit zo fantastisch. Want je hebt het, ja, dit is inderdaad waar. Je mist dit. En je hebt gelijk, het is een reis. Kom maar, dit missen jullie allemaal. Daar komt het. Wordt opgedaan. Hartelijk welkom. Dank u wel. Dag Theo. Hartelijk welkom, dame van meneer. Met het vliegtuig. Inderdaad, als de vlam gedoofd is, dan sta je op de grond, dan begint het pas. En als de vlam van de fakkel gedoofd is, dan mag je ook pas in het toestel. Niet met een brandende fakkel. Maar wat stuur je toch weg? Wat mis je? Dat is toch veel? Nou, de kandidaat gaat niet gelijk. Dat is hier dat de reis. Maar wat voor reis? Dat was zeer exclusief. Wij waren begonnen met de skivakantie naar Griekenland. Dat is de première. Jullie waren naar Parnassos gegaan, vlakbij Delphi, vlakbij de orakel van Delphi. 6 dagen lang kunnen skiën. Alles was vrij. Ski-uitrusting, skilessen, skiliften, onbeperkt gebruik van alles. En dan weer terug in Athene. En dan een geweldige Griekse avond bij een barbecue party. Alles was prima geregeld, volledig verzorgd. Maar dat was nog niet alles. Maar dan komen jullie terug en de bruinkleurende gezicht is nog niet af van de hoogte zon. En tussen 1 april en 30 oktober mochten jullie weer naar Griekenland, dan voor 2 weken. En dan naar Kreta, naar de luxe Rythimna Beach. Volledig verzorgd met alles erop en eraan. Helaas. Jammer. Wat is jammer? Dames, zij hadden hartelijk dank voor het brengen. Zij hadden de tickets bij zich. En jullie hadden ook nog ski-uitrusting gekregen. En de kleding, ook ter waarde van 2000 gulden. Kijk, de warmte zult u wel en niet nodig hebben. Het zat er dus in, maar je hebt het begrepen. Ja. Jullie zijn klaar. Dank u wel voor het mee. Dank u zeer. Dit mag weg. Dit mag weg. Je hebt het goed begrepen. Nu zeg je, dat is wat wij willen. Jij weet niet wat zij willen. Wat willen jullie? Dat. Wat willen jullie? Dit. Luister. Ik heb echt niet geholpen. Jullie hebben het goed bedacht. Daar zit een paar wat heel blij zou zijn met een goede prijs. Ik bied 5000 gulden. Nee. De prijs... U hebben inspraak. Nee, we zijn voor die prijs gekomen. We hebben meegespeeld. En dat is heel erg leuk. Je wil spelen. Hij maakt een dienst uit. Ja. Is hij ouder of jonger? Ja. Dat kun je toch wel zien. Hij is ouder, hè? Ja. Hoe raak je? Nou, we zullen niet. 7500 gulden. Een paar hoop geld. 7500 gulden. Nee. Maar jij hebt er geen auto voor, die heb je nu wel. Hier is hij. Kom maar. Dit is één. Een trailer met daarop. Een trailer met daarop. Een primeur voor Nederland. Een waterscooter. En daar kan je gekleed op. Want Corrie van Gorp heeft zo'n ding. Ja. Vraag me niet hoe, want die heeft altijd alles het eerste. En Corrie, die, als ze dan naar het kroegje wil, aan de overkant van de Loosdrechtse plas, dan stapt ze op de trailer. Alhoewel, als ze terugkomt, dan wil ze het wel eens niet droog houden. Maar goed, gekleed erop. Met trailer. Die trailer hoort ergens achter. En ik zei het al. Want ik vind het zo leuk, want zij hoopten het zo erg. En jullie ook. Dit wordt getrokken door deze... Daar komt ie! Kom maar, bekijk hem maar eventjes. Kom maar binnen. Kijk, ga maar even zitten. Mag... Oh, dat is mooi, hè. Fantastisch. Ben je blij? Ben je blij? Ja, ben je blij? Gelukkig. Goed. Nou, het is verdiend. Dames en heren, zij zijn gelukkig. Wij laten u in de finale nog even iedereen zien die meegedaan heeft aan deze eerste 1, 2, 3 Mid Lotto Show van de KRO. Die u niet loslaat, en ik hoop dat u ons ook niet loslaat, dat u volgende maand in november met z'n allen weer aan het toestel zult zitten. En dan bedenkt dat het voor u en door u is. En dat het voor de hele gemeenschap is dat u meespeelt. En ook veel spannender en veel amusanter. We nemen afscheid van elkaar. Ik wens u geluk, liefde en gezondheid. Tot volgende maand in de 1, 2, 3 Mid Lotto Show. Dag allemaal. Gefeliciteerd.
Met een motor is zo zwaar, dan loopt het mee water. Laat je been niet meer. Kom maar. Kom maar. Als u een toestel met teletext ontvangst, dan kunt u de uitslag van de MID Lotto vinden op pagina 333 van KRO Teletext. Geef u nu op als begunstiger van de KRO, dan krijgt u elke week het betere omroepblad in huis, KRO Studio. Beter door de overzichtelijkheid, beter ook door de vele toelichtingen en interessante rubrieken voor jong en oud. KRO Studio krijgt u de eerste 3 maanden voor een tientje in de bus. Dat is het betere werk. Bel nu ons gratis nummer 064106. KRO Studio, 3 maanden voor een tientje. 064106. We hopen dat u veel plezier heeft gehad aan de 1-2-3-show. Maar zoals u wel gemerkt zult hebben, is deze wat uitgelopen. Tot onze spijt rest ons tot 22:30 niet genoeg tijd meer om de geplande documentaire Een vliegtuig viel uit de lucht uit te zenden. Deze wordt alsnog op een later tijdstip uitgezonden. Maar voor de tijd die ons nog wel rest, hebben wij een Muppetshow met daarin als gast Rudolf Nureyev.